Welkom lieve maat, waterman, kom ik daar nu bij. Waterman bij deze extra bonus reading. We gaan voor jullie kijken wat we de komende 3 maanden kunnen gaan verwachten. En allereerst gaan we kijken van op persoonlijk vlak en ook op werkvlak wat we kunnen verwachten. En daarna, in de verlenging, gaan we ook kijken op liefdesgebied. Maar natuurlijk met de orakelkaarten gaan we wel al kijken wat in hoofdlijnen op liefdesgebied gaat gebeuren. Ik gebruik de Lightseers vandaag, de Energy Oracle en de Power of Love. Fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de aanvragen, de donaties, de privé-readingen, de coachingbegeleiding, de healingen. Dankjewel ervoor dat jullie daar zoveel interesse in hebben. We gaan eens kijken, wat zijn de belangrijkste berichten voor onze lieve watermannen? Allereerst beginnen we met de persoonlijke situatie, persoonlijke healing, groei en ook het werk. Daar trekken we 1 kaart voor. En voor de waterman heb ik dan de eerste chakra, aartsengel Michael. Nummer 35, maak 8. Dus je mag gaan werken aan jouw basischakra. Mag weer terug in balans komen, stevig in je schoenen staan, zelfverzekerd zijn, je goed aarden, daar mag je aan werken, onder andere. Kan ook zijn dat er situaties zich gaan voordoen, waarbij je dus sterk in je schoenen moet gaan staan, of situaties die jou gaan helpen om standvastiger dingen te kunnen doen. Op liefdesgebied laat controle issues los. Deze situatie zal zich op natuurlijke wijze ontvouwen. Oké, nou, dat is ook eigenlijk glashelder. Dus we gaan kijken. Allereerst ga ik 3 kaarten trekken voor oktober. November. En december. Oké. En de onderliggende kaart, dat is de 10 van staven. Dus op werkgebied ga jij een last loslaten. Het kan zijn dat je misschien ander werk gaat krijgen of even tijdelijk thuis zit. Misschien wat delegeren, dat je takenpakket veel te zwaar voor je is. Of dat je uiteindelijk elders je geluk gaat beproeven. Wel binnen dezelfde organisatie, maar in een andere functie of buiten de organisatie. Hoe dan ook, het zal jou in ieder geval voor spoed gaan brengen met de 10 van munten, blijheid, geluk. En dat allemaal omdat jij dus bij deze nieuwe start, dat je verder mag gaan groeien. Op persoonlijk vlak ga jij een last loslaten. Dus het kan zijn dat je volop aan het healen bent. Het kan zijn dat je bepaalde cyclusi hebt afgesloten en die vrij moeizaam verliepen. Maar je laat het gelukkig achter je. En je gaat richting de loyaliteit, de vreugde, de balans, de warmte. Als we kijken in oktober. Je bent heel succesvol bezig. Het kan goed zijn dat op werkvlak het je allemaal meezit. Maar het kan ook zijn dat het gaat om persoonlijk succes.
Dus dat je heel erg goed aan het helen bent. Wat het dan ook is waar je zo goed in aan het slagen bent, je bent klaar voor een nieuwe start. En dat kan goed zijn dat je klaar bent voor een nieuwe start omdat je dat oude achter je hebt gelaten. En die nieuwe start die gaat jou heel veel groei, heel veel profijt, heel veel balans geven. Heel veel rust ook hoor ik. Ook op healingsproces, hè, heb jij het een en ander voltooid met die zes van staven. Heb jij weer een nieuwe deur geopend. En ben jij vol vertrouwen op het universum, maar ook op het goddelijke, dat jij wederom zult gaan slagen voor die nieuwe lessen. Om jou verder te brengen richting stabiliteit, richting rust, richting persoonlijke groei. Als we kijken voor november, kan het goed zijn dat je een bepaalde uitdaging op je pad krijgt. Of dat er misschien toch nog wat angsten opspelen. Kan ook met die controle te maken hebben. Want als je goed kijkt, dan zie je hier dus iemand aan touwtjes. Dat je nog wat moeite hebt om die controle los te laten. Maar uiteindelijk lukt jou dat. En dan komen jouw wensen in vervulling met de 9 van Munten. Misschien kan je heel moeilijk je huidige werk loslaten. Hè, misschien ben je workaholic. Misschien heb je een eigen zaak dat je daar constant mee bezig bent. Misschien heb jij weet jij dat je uit een functie moet vertrekken omdat het niet langer meer gaat. Maar heb jij angst en wil je eigenlijk die functie niet loslaten? Wil jij niet je werk achter je laten voor iets nieuws te beginnen? Maar uiteindelijk overwin je dat. En pak je eigenlijk dat wat het universum jou aanbiedt, dat wat spirit, het goddelijke jou aanbiedt, dat pak je aan en dat accepteer je, want je ziet haar ook lachen. Jij accepteert wat jou geboden wordt, ondanks dat het misschien iets is waar je in eerste instantie niet zelf voor zou kiezen. Kan zijn dat je misschien onderaan moet beginnen, dat een hele nieuwe uitdaging is. Maar het kan ook zijn dat je enorm schrikt omdat je baas je ontslag aanvraagt. En dat je bang bent dat je zonder centen komt te zitten. Er gaat iets dan veranderen. En ja, verandering geeft altijd ongemak, geeft altijd angsten. Als we dan in december kijken. Zit je nog altijd volop in die angst, die verdriet, die pijn? Heeft een grote impact. Kan ook een familielid zijn die overlijdt. Of dat je door de dark night of the soul gaat om uiteindelijk richting die healing te komen die zo diep geworteld ligt. Je zit ook heel veel in het hoofd. Dat vind ik niet raar. Je bent tenslotte een luchtteken. Je probeert eigenlijk alles vanuit het hoofd te willen oplossen. Maar sommige zaken moet je vanuit het hart oplossen. Uiteindelijk komt er wel een oplossing. Maar je hebt nog een lange weg te gaan qua healing. Dus 9 van staven. Je bent nog wat defensief. Maar uiteindelijk kom je er wel. Als we kijken naar een advieskaart voor het werk, Spirits and Guides. Advieskaart voor het werk. Dan krijgen we visie. Je gaat je visie moeten veranderen om het grotere plaatje te zien. Want het universum, het goddelijke, wil jou graag het grotere plaatje laten zien. Vandaar dat deze verandering eraan komt. Dat is om jouw visie te veranderen. Het kan, en dat, wat ik al zeg, er kijken honderden mensen, dus het kan op verschillende vlakken zijn dat je je baan kwijtraakt, of dat je een andere uitdaging aan moet gaan, of dat je je visie mag verbreden met betrekking tot je eigen zaak. Dat kan van alles zijn. Blijft tenslotte een algemene reading. Voor persoonlijk vlak, wat is daar het advies voor de waterman voor op persoonlijk vlak?
Oorzaak en gevolg. Nou, alles, niks is volledig zwart, niks is volledig wit. Zwart-wit, oorzaak en gevolg, dat is ook de weegschaal die alles in toom houdt. Dus als jij hield, ga je erop vooruit, kan je ook beter te met tegenslag omgaan. Je bent je ook bewust dat je gedachtes veranderingen met zich meebrengen. En vooral als je daar dus liefdevolle gedachten van maakt, dat dat betere resultaten voor je fundament oplevert. Zo, we gaan nu verder in de verlenging. Dan gaan we dus kijken op liefdesgebied. Ook daar uitgebreid natuurlijk kijken wat het advies is. Voor degene die hier mee resoneren, je mag liken, delen en je mag je natuurlijk abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Voor degene die geïnteresseerd zijn in de liefde, dan zie ik je zometeen bij de verlenging. Dankjewel weer voor het kijken. Namaste.